Welkom bij Tigo's Wiskunde. In dit filmpje gaan we het hebben over de rekenregels voor logaritmen. En rekenregels voor logaritmen die zijn in zekere zin hetzelfde als rekenregels voor machten. Dus in dit filmpje gaan we ook bewijzen waarom al die rekenregels echt waar zijn. En om dat goed te kunnen begrijpen, moet je de overeenkomstige rekenregels voor machten ook begrijpen. Dus als je daar nog een beetje over twijfelt, kijk dan vooral het filmpje over de rekenregels voor machten nog een keertje. Het begint eigenlijk allemaal met de exponentiële functies. Dus we hebben hier twee verschillende exponentiële functies gezet. Y is g tot de macht x. En als het grond al groter is dan 1, dan krijg je zo'n stijgende lijn. En als die tussen de 0 en 1 zit, dan krijg je juist een dalende lijn. Die eigenlijk redelijk symmetrisch is in de y-as. Maar deze die heeft een net ander grondtal dan deze. Dus die gaan natuurlijk allemaal door het punt 0, 1. En een hele bijzondere eigenschap die de exponentiële functie heeft, is dat die natuurlijk overal stijgt. En dat, dat impliceert dat als je een uitkomst hebt van die exponentiële functie, dat die maar bij één input kan horen. Dus dat kun je ook opschrijven als twee uitkomsten hetzelfde zijn, nou dan is hetgene wat je erin gestopt hebt ook hetzelfde. Dat noemen we ook wel injectiviteit bij wiskunde. En een eigenschap van logaritmen is, als g tot de macht x y is, het is eigenlijk de definitie van een logaritme, dan is die exponent, die noemen we dan de g-log van y. En daaruit volgt natuurlijk, als je die x weer hierin schrijft, dat g tot de macht g-log y gelijk is aan y. En dat is ook logisch, hè, als je het interpreteert. G tot de macht, nou, de exponent die precies nodig is bij g om y te krijgen, nou, daar komt natuurlijk y uit, per definitie. Dus als we dan eens kijken naar die eerste rekenregel, hoe zou je dat dan bijvoorbeeld kunnen bewijzen? Nou, je gaat gewoon g tot de macht het linkerding uitrekenen en je gaat het vergelijken met g tot de macht het rechterding. En dan gaan we zien dat er hetzelfde uitkomt. Want als je dus g tot de macht g log x of g log a plus g log b uitrekent, en dus dit ding staat gewoon helemaal in de exponent nu, nou dan hebben we een rekenregel voor machten die zegt dat dit gelijk is aan g tot de macht g log a, keer, en dat is op de grond, die keer, keer g tot de macht g log b. En g log a en g log b, dat zijn gewoon getallen. En als je een plus hebt in een exponent, dan kun je daar een vermenigvuldiging van de machten van maken. Dat is een rekenregel voor machten. En g tot de macht g log a is gelijk aan a, en g tot de macht g log b is gelijk aan b. Dus hier staat eigenlijk gewoon a keer b op een hele ingewikkelde manier opgeschreven. Ja, en a keer b is op zijn plaats weer gelijk aan g tot de macht g log van ab. Als je g tot de macht g log ab doet, dan krijg je gewoon ab. Dat is weer deze regel. Dat is eigenlijk de definitie van een logaritme. Dus we zien dat we twee verschillende exponenten hebben die dezelfde macht opleveren. En uit dit verhaal volgt dat dan die exponenten ook echt hetzelfde moeten zijn. Dus heel dit stuk, die g log a plus de g log b, is hetzelfde als g log van ab. Dus dat bewijst eigenlijk de eerste rekenregel. En voor die tweede rekenregel doe je bijna hetzelfde. Als je hier een minnetje van maakt, nou, dan krijg je hier in plaats van een keer een gedeeld door. Want de ene macht, de ene exponent min de andere exponent, dat wil zeggen dat je die dingen door elkaar mag delen. Dat is weer een rekenregel voor machten. Dus dit is a gedeeld door b. En hier krijg je dus ook de g-log van a gedeeld door b. En ik zal nu even de breuk opschrijven in plaats van zo'n deelteken. Dat betekent natuurlijk hetzelfde. Dus die tweede rekenregel die bewijs je precies op dezelfde manier. En de derde rekenregel, ja, die generaliseert eigenlijk de eerste rekenregel. Dus die zegt de g-log van een macht van a. Dan komt die macht eigenlijk gewoon uit die logaritme. En dan vermenigvuldig je dat dus met die logaritme. Dus hoe kun je dat dan inzien? Nou, als p een geheel getal is, bijvoorbeeld 8, ik zeg maar iets simpels, dan staat er hier eigenlijk de g-log van a keer a keer a keer a keer a en dat dan 8 keer. Dus als je dan 8 keer deze rekenregel toepast, dan zie je inderdaad dat je gewoon 8 keer de log van a krijgt. Maar in het algemeen kan p natuurlijk ook best een moeilijker getal zijn, een ingewikkeld getal, een breuk of zelfs een wortel of iets dergelijks. Dus hoe kun je dan in één keer inzien dat die rekenregel voor alle p klopt? Nou, dat gaat ook weer een beetje op zo'n soort manier. Dus we gaan g tot de macht dit bekijken en we gaan g tot de macht dit uiteindelijk bekijken. Dus wat gebeurt er als je g tot de macht g log
van a tot de macht p doet. Nou, per definitie krijg je dan gewoon a tot de macht p. Want ja, dat is weer gewoon deze rekenregel. Deze definitie van het logaritme. Dus je hebt a tot de macht p. Maar je kan a natuurlijk zelf ook schrijven als g tot de macht g log a. Dus als we dat nou eens doen, g tot de macht g log a. En dan staat dit dus tot de macht p. Dat is eigenlijk wat hier staat. En hier staat dan weer, met de rekenregel voor machten, dat dit gelijk is aan g tot de macht p keer de g log van a. Een macht van een macht, dan mag je die exponenten vermenigvuldigen. G log a. Hier staat hij eigenlijk weer. Dus we hebben g tot de macht dit, is gelijk aan g tot de macht dat. En ja, dan moeten die dingen dus hetzelfde zijn. Dat volgt weer uit deze eigenschap. Dus dat kun je ook altijd doen. En als voorbeeld kun je daar bijvoorbeeld ook uit laten rollen dat een g log van een a tot de macht p en daar dan de q de machtswortel van, bijvoorbeeld. He, dat is ook iets met machten van a. Dit is namelijk de g log van a tot de macht p gedeeld door q. En dan gebruik je gewoon deze rekenregel. Als je een macht van a hebt, dan komt die er gewoon uit. Dus deze die gaat daar gewoon helemaal voor staan. En dan krijg je dus p gedeeld door q keer de g log van a. Tot nu toe allemaal heel abstract, maar dat is wel hoe je die rekenregel aantoont. En die vierde, dat is een beetje een speciaal geval. Dat heeft niet zo heel veel te maken met machten van a of a keer zichzelf of logaritmen optellen. Nee, wat er hier gebeurt, is dat je de basis van die logaritme verandert. En dat gebeurt bij al die andere rekenregels niet. Dus we hebben hier een p-log van a en hier hebben we een q-log van a gedeeld door een q-log van p. Dus waarom zou je nou zoiets ingewikkelds willen doen? Nou, dat komt eigenlijk omdat je op sommige rekenmachines maar één logaritme kan uitrekenen. Zoals we gezien hebben, hebben wij een logbase, waarbij we zowel die basis als de uitkomst kunnen invullen. Maar op sommige rekenmachines zit gewoon een knopje log. En welke basis is dat dan? Nou, dat is altijd basis 10. Dus de 10 log, die wordt op rekenmachines gewoon als log gegeven. Ze hebben daar gewoon een keuze in gemaakt. Ze maken gebruik van decimale getallenstelsel. Dus ze hebben de 10 log. Maar ja, wat als je dan bijvoorbeeld de 2 log van 7 wil uitrekenen? Dan wil je opeens de 2 log weten. Nou, en dan kun je dus met deze basisveranderingsformule toch die 2 log 7 uitrekenen. Want die zegt dus gewoon dat dit gelijk is aan de log van 7 gedeeld door de log van 2. En of dat nou een 10 log is, of een 15 log, of een 10.000 log, dat maakt helemaal niet uit. Je kan hem veranderen in een willekeurige basis die je kiest. Nou, en als je in wil zien waarom die formule zo is, dan is het weer gewoon een beetje een abstract bewijs. Dus laten we eens kijken. Laten we beginnen met q tot de macht q log a. Dat is makkelijk. Q tot de macht q log a, dat is per definitie gelijk aan a. En nu gaan we over op een ander grondtal. Dus we gaan die a nu schrijven als p tot de macht p log a. Dat kan natuurlijk ook. Dus we schrijven a eigenlijk op twee manieren. Als q tot de macht q log a en als p tot de macht p log a. Dat kan allebei. En nu gaan we in deze formule die p juist weer schrijven als een macht van q. Dus we gaan heel die p vervangen door q tot de macht. Nou, iets zodanig dat het p wordt. En dat is natuurlijk de q log van p. En die doen we dus tot de macht p log a. En dan hebben we nog steeds hetzelfde. Want wat hier staat is gewoon p. En p tot de macht p log a is dan weer a. En dat is dan weer hetzelfde als dit. Maar ja, een macht van een macht, dan mag je de exponenten met elkaar vermenigvuldigen. Dus hier staat dan eigenlijk q tot de macht q log p keer de p log van a. Nou, nu hebben we hier dus een macht van q staan. En we hebben hier een macht van q staan. En die zijn hetzelfde, dus dan moeten die exponenten ook hetzelfde zijn. Dus dan staat er eigenlijk, als we het een klein beetje anders opschrijven, p log a keer q log p is hetzelfde als q log a. Nou,
dus nu aan beide kanten deelt door die Q log P, dan heb je precies die rekenregel die daar staat. Dus die zegt, als je een logaritme wil weten met een bepaald grondtal, dat je over mag gaan op een willekeurig ander grondtal. En dan reken je gewoon dezelfde logaritme uit, hè, van hetzelfde getal. Maar je deelt nog door de logaritme van je originele grondtal. Dus op de rekenmachine hiernaast zie je ook eventjes hoe dat bijvoorbeeld gebeurt met 2 log 7. Hè, 2 log 7 is een bepaald getal. En die kun je dus ook krijgen als je gewoon de log van 7 door de log van 2 deelt. En dan gebruikt de rekenmachine een 10 log. Maar dat kan dus een elke willekeurige basis logaritme zijn. Dat is de basisveranderingsformule. In het Engels de basis change formula. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste rekenregels over logaritme. En hieruit volgen nog een aantal andere exotische rekenregels voor logaritme. Dus laten we daar ook nog eventjes naar kijken. Die hoef je niet per se te kennen, maar die zijn op zich wel handig soms. Dus de exotische rekenregels, daarvan kunnen we er eentje opschrijven. Bijvoorbeeld, als je de x-log van y hebt. Je hebt gewoon een logaritme met een of andere grondtal en een of andere uitkomst. Dan kun je dat ook schrijven als 1 gedeeld door de y-log van x. Dus je kan het grondtal en de uitkomst als het ware omdraaien. En dan krijg je de reciproke van je originele logaritme. Nou, dat is helemaal niet moeilijk in te zien. Dat is eigenlijk gewoon die basisveranderingsformule. Als je hier staat x log y. En dan ga je over op een y log. Dus dan staat er hier eigenlijk de y log van y gedeeld door de y log van x. En ja, y log y, dat is eigenlijk altijd 1. De macht die je nodig hebt van y om y te krijgen, dat is gewoon 1. Dus dat verklaart deze formule. Je kan deze omdraaien, maar dan krijg je wel 1 gedeeld door dat antwoord. Nou, en je hebt nog een grappige. Bijvoorbeeld de g log van 1 gedeeld door a. En die kom je best vaak tegen. Dat is altijd de negatieve log van a. En dat is eigenlijk een hele makkelijke, want 1 gedeeld door a is gewoon a tot de macht min 1. Dus dan gebruik je deze rekenregel en dan komt er dus een minnetje voor. Dat gebruik je bijvoorbeeld als je de 3 log van 1 negende wil hebben. Die kun je dus ook schrijven als de negatieve 3 log van 9. Nou, en de macht die je nodig hebt om van 3 naar 9 te gaan, dat is natuurlijk 2. Dus dat is min 2. Dat is een van die logaritmen die mooi uitkomen en die je moet kunnen herkennen. Nou, en dan heb je... Je kan dit uitbreiden op nog een aantal andere manieren. Als je bijvoorbeeld een g-log van a hebt, dan krijg je ook een min als je juist het grondtal verandert door zijn reciproke. Dus min 1 gedeeld door g-log van a. Dat doe je eigenlijk precies hetzelfde als hierboven. Dat is een leuke opgave om even in te zien waarom dit precies zo geldt. Even een voorbeeldje, bijvoorbeeld de 3-log van 1 negende. Dan staat hier dat dat dus hetzelfde is als min de 1 derde log van 1 negende. Nou, de 1 derde log van 1 negende, ja, dat is weer 2, want 1 derde in het kwadraat is 1 negende. Dus hier staat natuurlijk weer min 2. Dat komt eigenlijk precies om dezelfde reden als deze, alleen heb je nu de reciproke van het grondtal in plaats van de reciproke van je uitkomst, van je logaritme. Nou, en zo kun je er nog wel een paar verzinnen. En dat zijn eigenlijk allemaal speciale gevallen van die meer algemene rekenregels die hier zo staan. Dus dit filmpje ging over rekenregels. In het volgende filmpje gaan we kijken naar grafieken van logaritmische functies. En hoe die dan weer samenhangen met hun exponentiële counterpart. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.